Utrecht. 10 jaar actief en vanaf het begin betrokken bij vluchtelingen en alles wat daarmee te maken heeft. En wat ik zelf merk is dat de laatste tijd dat het wij, zij denken, nou ja, ik hoef het jullie misschien niet te vertellen, maar dat dat toch vrij groot aan het worden is. En wat ik probeer, maar ook heel veel collega's van mij, er is heel veel kritiek op de politiek, maar wat wij ook gewoon proberen is om juist de wijkverbindingen, die dingen in de wijk, die ontzettend belangrijk te zijn, om dat te stimuleren. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat projecten zoals Our Stories ook bestaan. Waarom? Mijn ervaring is dat als je vluchtelingen laat vertellen wat zij meemaken, wat zij voelen, hoe zij zich hier voelen, komen uit een oorlogssituatie hier in Nederland. En het is voor een heleboel mensen ook best moeilijk te begrijpen. En ik zeg ook eerlijk, het is allemaal niet mooi en leuk, want ik heb ook heel veel contact met bewoners die heel boos zijn. Misschien heb je dat ook gevolgd. Veel demonstraties, ook in Overvecht. En dan is het gewoon heel erg belangrijk om ook bewoners die, die daar niet zo blij mee zijn, te laten weten en te laten merken en ook te praten met ze over waarom die mensen hier nou zijn en wat zij meemaken. Want wat ik merk is dat er zo'n ongelooflijke grote kloof is tussen wat mensen aan frustratie hebben en wat er aan de andere kant zit bij mensen die ook frustratie hebben, maar vanuit een ander perspectief, namelijk oorlog. Dus, ik zal het niet te lang houden, politici zijn al veel te lang aan het woord, maar laten die verbindingen in de wijk, laten we die stimuleren. En dan wil ik jullie ook als bewoners oproepen om dat ook te blijven doen. Met elkaar, hoe moeilijk dat soms ook is, ga in gesprek met elkaar, want het kan echt wel. Als je met een groep bewoners bijvoorbeeld naar een noodopvang gaat, wat we gedaan hebben, die eigenlijk aan het begin heel erg falikant tegen waren, en die daar uiteindelijk met vluchtelingen gaan praten en met moeders en die verhalen horen van bootjes, ja, dan zie je toch ook wel weer dat het weer, ja, dat mensen denken van, oh, dit wist ik helemaal niet. Dus het is ontzettend belangrijk en ik ben ook heel trots dat het project er is. In Overvecht komt straks in de zomervakantie de noodopvang wordt geopend. Dus ik hoop dat jullie daar ook een rol in gaan spelen. En veel succes verder!